Juni 2015, Ramadanmaand, terreurmaand en Nederlanders dood bij Portugees busongeluk. Welkom bij het maandoverzicht van juni, de maand vol D-Days voor Griekenland en veel beroemdheden overlijden. En het is ook de maand waarin de wereld wordt opgeschrikt door 3 aanslagen op 1 dag. De eerste, op vrijdag de 26e, is in Frankrijk, niet ver van Lyon. Een man probeert een fabriek op te blazen en onthooft daarbij zijn baas, een man met wie hij al jaren pakketten rondbrengt. Het hoofd hangt hij aan een hek en de man wordt opgepakt. De tweede aanslag is in Kuwait, waar meer dan 20 doden vallen bij een zelfmoordaanslag op een Sjiïtische moskee. Dit zijn beelden van vlak na die aanslag. Het gebeurt als het vrijdaggebed net bezig is en op dat moment zijn er zo'n 2000 mensen in het gebouw. Behalve de doden vallen er ook nog meer dan 200 gewonden. De aanslag zal later worden opgeëist door IS. De meest gewelddadige aanslag met de meeste doden is die vlakbij de populaire Tunesische badplaats Sousse. Een man komt met een bootje aan op het strand en schiet dan 38 mensen dood. Vooral Britten, maar ook Belgen en Duitsers. En de schutter wordt later zelf ook doodgeschoten. Geen Nederlandse slachtoffers dus, maar bij hen hakt de aanslag er wel flink in. Ja, wij gaan naar huis, ja. Wij voelen ons niet meer veilig, nee. We hoorden het gelijk toen we het hotel inkwamen. Dat was het eerste wat we hoorden. En dan krijg je toch een, wat hij zegt, een onheimelijk gevoel van binnen. Een beetje angstig gevoel. En heel naar voor die mensen. En dat door zo'n stelletje terroristen, ja, je hele vakantie eigenlijk om zeep geholpen wordt. En niet alleen door onze vakantie, maar door heel veel mensen. En zeker voor de slachtoffers en nabestaanden. Dus dat vind ik toch wel erg hoor. Een maand vol D-Days voor Griekenland. Dat het ondanks een hele lange reeks besprekingen en onderhandelingen niet op tijd voor elkaar krijgt om een deal te sluiten met zijn schuldeisers. In juni escaleert de hele schuldencrisis. Om een bankrun te voorkomen sluit de overheid aan het einde van de maand een week lang alle banken en mogen de Grieken nog maar €60 per dag bidden. Het is de aanloop naar een referendum over de schuldendeal begin juli. Ondertussen probeert Europa er vanuit Brussel alles aan te doen om te voorkomen dat Griekenland de eurozone verlaat en terug moet naar de drachme. 4 Nederlandse doden bij een busongeluk in Zuid-Portugal. 34 net gelande Nederlandse vakantiegangers zijn onderweg naar hun hotels als de chauffeur van de weg raakt. Hij zou te hard hebben gereden en onwel zijn geraakt. In Charleston, in de Amerikaanse staat South Carolina, worden 9 zwarte mensen doodgeschoten. Een jongen van 21 opent het vuur in een kerk. Dylan Roof slaat op de vlucht, maar wordt gepakt. Hij wilde een rassenoorlog ontketenen. Op 9 juni wordt in Zaandam, midden op de dag en midden in een woonwijk tussen 3 basisscholen, Lucas Boom geliquideerd. De daders gaan er vandoor met een busje dat later uitgebrand wordt teruggevonden in Amsterdam-Noord. En ook deze maand, Gerard Joling rijdt midden in een reeks stoppersconcerten op een zebrapad in zijn woonplaats Aalsmeer een hoogbejaarde vrouw aan. En juni is sowieso geen maand met vrolijk showbiznieuws. Veel bekende mensen overlijden, onder wie de Volendamse artiestenmanager Jaap Buys, 69 jaar, en Albert West. De zanger krijgt een ongeluk en ligt een week in het ziekenhuis voor hij overlijdt, 65 jaar oud. Ook de Britse acteur Christopher Lee overlijdt. Zijn rollen als slechterik in Dracula, Star Wars en The Lord of the Rings maken hem een legende. Hij wordt 93. En op 95-jarige leeftijd overlijdt Heinz Poelzer, oftewel Dr. Anders P., tekstschrijver en taalkunstenaar. 3 dagen na zijn dood verrast hij Nederland nog met een zelfgeschreven overlijdensadvertentie. Eind mei wordt hij nog herkozen, maar begin juni kondigt hij alsnog zijn afscheid aan. FIFA-baas Sepp Blatter, een gevolg van de arrestatie van meerdere officials vanwege corruptie. Blatters opvolger wordt waarschijnlijk eind dit jaar of in 2016 bekend. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan naar Canada en de VS. In Amerika ontmoeten ze president Obama en in Chicago promoten ze nog even de Nederlandse dancemuziek. De koning kruipt achter de draaitafels en de koningin laat zien dat ze nog steeds over een Argentijns ritmegevoel beschikt. De Nederlandse voetbalsters stranden op het WK in Canada in de 8e finales. De Oranje Leeuwinnen komen een spannende pool door met Canada, China en Nieuw-Zeeland. Maar in de 8e finales is wereldkampioen Japan met 2-1 een maatje te groot. Bij Jochem Meijer uit de zaal gezet worden omdat je te hard lacht. Dat overkomt deze maand een visboer uit Vlissingen tijdens een voorstelling in Rotterdam. Wij konden onze oren ook niet geloven bij het horen van het nieuws. Zou het echt zo erg zijn of stelde de cabaretier zich gewoon een beetje aan? Er zat maar één ding op. Telegraaf TV trok naar Zeeland om de harde lacher op te sporen.
Pauze kwamen ze naar me toe van Henk, ja, netjes hoor, gewoon Jochem heb gevraagd of je of niet meer wil lachen of de Ruud. Ja, ik zei, mijn lachen dat gaat niet, ik kan er echt niks aan doen. Dus toen had ik wel Ruud, ik heb wel een paar biertjes gedronken, dus even goed. En na de show moest ik bij Jochem komen. We hebben het netjes gepraat, dus hij was niet boos op mij of zo. Die zei, maar ja, dit, hij kon gewoon zijn show, die liep helemaal in de soep. En tot zover juni. Graag tot over een maand bij het overzicht van jullie. Dag. Ja.